Gonzalo Garcia maakte onlangs op uitnodiging van het Centrum Beeldende Kunst Groningen een wandeling langs kunst en architectuur in de stad Groningen. De FC Groningen supporters Manouk Balk en Sharon de Vries mochten mee. We staan hier op het Emmaplein. Het maakt onderdeel uit van de singles die eigenlijk aan de zuidkant van de binnenstad helemaal doorlopen. Dit is uit 1990. Dat is een ontwerp van Rem Koolhaas, een van Nederlands bekendste architecten. Hij doet ontzettend veel in het buitenland. In Peking onlangs nog een controversieel gebouw gebouwd voor de staatstelevisie. Dit is een gebouwtje van hem uit 1990. In die tijd kwamen ook in de muziek de hippe video's een beetje op. En er is een manifestatie georganiseerd in Groningen om met een aantal bijzondere gebouwtjes videokunst onder de aandacht te brengen. En videoclips onder de aandacht te brengen. Dat is in Japan. Het is een apart gebouw hier, maar ik wist niet waarvoor het was. Nee. Dus dat weet ik nu wel. Humor, sentiment, politiek, high-tech, dansen, erotisch. Exuberance, overdrevenheid, exposure, zeg maar. Glamour en special. Dat waren voor hem woorden die hij meteen associeerde met die videoclips uit de jaren 80. Die singles die zijn aangelegd dus na 1874. Nou, en hebben we jaren daarna bebouwd. Met hele chique huizen, eigenlijk aan beide kanten, maar aan deze kant, de zuidkant voornamelijk, stonden echt de duurdere huizen. Nou, dit is daar eentje van. Dus gebouwd in 1905 door een Groningse architect, meneer Van Elmt heette die man. En die mocht eerst, voordat hij dit huis ging bouwen, op kosten van zijn opdrachtgever, een rijke dame, een rijke weduwe, mocht hij heel Europa doorreizen om inspiratie op te doen. Dus dat deed hij ook. Hij is in Engeland geweest, is in Duitsland geweest, in Italië geweest, om te kijken welke stijl, die Jugendstil, die was op dat moment modieus. Nou, dit gebouw is ook in die stijl gebouwd. Hoe hij wat elementen uit die stijl in dit gebouw kon stoppen, maar vooral ook gewoon om goede en dure materialen op te halen. I had to say that I didn't saw it before. I was here a lot of time, but I never take an extra look at this, but it's very, very beautiful, very... Ja, wat hij playing also. De architect take a lot of time to decide what to do and good job, I think. Well, you done me and you better felt it to try. We staan op het Groningen Museum. Hieronder loopt een van de gangen. Dit gedeelte hier hoort er ook nog bij. De architectuuropdracht daarvoor die is gegaan naar een aantal architecten, vormgevers en kunstenaars die gezamenlijk dit gebouw hebben ontworpen. Een Italiaan, Mendini, dat was eigenlijk een ontwerper. Die maakte veel gebaksbordjes en koffiekannen en dat soort dingen. Die kreeg de hoofdopdracht en die heeft daar een aantal mensen bij gezocht die dat met hem samen gingen doen. Dus hij had de supervisie zeg maar, op het plan. En hij heeft zelf het ontwerp gemaakt voor deze gele toren waar het depot in zit. En voor een van de paviljoens hierachter. De andere paviljoens die zijn van Koop Himmelblauw. En de paviljoentjes aan deze kant, dat zijn er ook twee. Zijn van een Italiaan, Michele De Lucchi, dat is het onderste stuk van baksteen. En het bovenste is van Philip Stark. En Philip Stark, dat is een meubelontwerper. Dus allemaal heel verschillende paviljoens in uiterlijk. Maar ook wat er binnen gebeurt, maar dat is ook allemaal heel verschillend. Dat zie je ook al aan de buitenkant met die keramische vaasjes. Daar is een permanente expositie van porselein. Dus op die manier is ook in het exterieur zeg maar, van dat museum zie je ook eigenlijk al wat er binnen gebeurt. Dit is het Tschumi paviljoen, zo heet het nog steeds. Tschumi was ook de architect hiervan, een Zwitserse architect. Er is een aparte stichting gekomen en die nodigt kunstenaars uit om hierin te exposeren. En dat zijn altijd kunstprojecten die iets doen met nieuwe technieken of met nieuwe media. Dus hier zie je heel vaak dingen met telefoons, met computers en met verlichting. Zo'n beetje technische, innovatieve kunst. Because what you say, that it's always with light and normally with a lot of colors. And it's like a welcome to the city. En
Na de oorlog is dit gebouwd als eerste bioscoop in Groningen door twee Friese architecten, meneer De Jong en meneer Gerbenson. Heeft heel lang op die manier ook dienst gedaan. En in 2010, dus vorig jaar, is het verbouwd door een Gronings architectenbureau, Aas Architecten. Die heeft zowel de voorgevel als ook het interieur flink aangepakt. Nog steeds een bioscoop, maar het is nu ook het tijdelijk onderkomen van het nieuwe Groninger Forum. Het nieuwe gebouw dat op de Grote Markt, achter de Grote Markt zal komen. Gonzalo, is this your favorite cinema? Yes, always I come to the Images here. Before in the other cinema they have, and now here, because they have always movies I like to watch, and also some Spanish movies, like now Beautiful, and I always like this kind of movies. Dit is een kunstwerk van Armando, Nederlandse kunstenaar. Dit is een monument voor de Groninger kunstenaar en drukker Hendrik Nicolaas Werkman. Nou, Werkman was een kunstenaar en een drukker die voor en tijdens de oorlog actief was. Maakte onderdeel uit van de kunststroming De Ploeg. Maar het trieste verhaal van Werkman is dat hij in de oorlog is opgepakt en is neergeschoten door de Duitsers. Eigenlijk in de bloei van zijn leven. En het monument wat Armando voor hem heeft gemaakt, dat wil dat ook symboliseren. Het is een forse boom die is omgehakt. Echt dat plotselinge einde van zijn leven. Dat is de symboliek van dit verhaal. Dit is de Jozefkerk, de Heilige Jozefkerk. Het is in 1886 gebouwd, deze kerk. Maar hij ziet er gotisch uit, hè? De bouwstijl van de gotiek. Dit is niet uit de gotiek zelf natuurlijk, het was al lang afgelopen. Maar dit is wat ze noemen neo-gotiek. Dat gebeurde veel in die periode, eind 19e eeuw. Dat bepaalde stijlen uit de architectuurgeschiedenis gewoon opnieuw werden gewaardeerd en eigenlijk werden nagemaakt. Dit is een ontwerp van de architect Kuipers, een beroemd Nederlands architect die veel kerken heeft gedaan, maar bijvoorbeeld ook het Rijksmuseum in Amsterdam. Neogotische, dat zie je heel duidelijk in deze kerk. Wat ik buiten zei, niet alleen door die spitsbogen, maar juist ook die hele lichte kleuren en dat glas en lood. Dat zijn echt typische dingen voor die gotiek. En dat pakten ze dus in die neostijlen ook gewoon allemaal mee. Wat wel nieuw is in die neostijlen, natuurlijk gewoon als je kijkt naar de technieken, dat zijn al die schilderingen die ook gebeuren. De manier waarop dat glas is gedaan, dat is hier gebrandschilderd. Okay. En in die oude dingen is dat veel meer met glas en lood. Ja, na het bezoekje aan de kerk zijn de dames ineens met hun gedachten ergens anders. Waarom gaan we dit doen? I'm not thinking about this. En zou dit een goede trouwauto zijn? Ah, het is wel mooi, man. Ja, zo kan het van af. Nou, ik ga even inbreken. Manouk, jij hebt meegedaan aan een wedstrijd. En ter ere van die wedstrijd is het niet alleen dat jij vanmiddag mee mocht lopen met Gonzalo, maar deze krijg je ook erbij. Ja, dankjewel. Maar hoe kwam je er zo bij om aan deze wedstrijd mee te doen? Zij heeft mij opgegeven. Waarom heb jij niet zelf niet meegedaan? Nou, sinds ik eigenlijk naar Manouk omgaat, kijk ze eigenlijk naar voetbal. En vanaf het begin is ze eigenlijk al wel weg van hem. Dus ik dacht van, hier moet ik Manouk voor opgeven. Vandaar. Ik kon het niet laten. So, how do you look back at this afternoon? I think it's good. It's something I like because I learned a lot of things today. A lot of nice buildings I saw in Groningen, and now I know a little bit the story and why, the reason why they are there. That's more important sometimes. And it's a day I learn things I like, and that's good, with nice people, with the girls, and I enjoy and learn at the same time. That's good.